Welkom op deze herfstachtige dag in de herfst. Maar ja, wanneer zou ik anders een herfstachtige dag hebben? Die heb je natuurlijk niet in de lente. Dus Biblio, unboxing. We gaan vandaag weer een doosje uitpakken. Doosje nummer 99. En laten we maar snel beginnen. Zijn jullie ook zo in spanning? Nou, ik wel. Kijk eens, dokter Hagenbraak over de parapsychologie en transformatie. En hij is niet één geschreven, maar hij heeft er al twee geschreven, want het gaat over het occultisme. Ik heb hem niet echt een strot. Dus dan neem ik nog een slokje wijn, misschien dat het nog beter gaat. Occultisme. Als je het rustig zegt, dan valt er maar reuze mee. Maar er is een vraag. Heeft de helft nog eens over geschreven? En nog eentje. En je zal niet geloven. Hij heeft er nog een geschreven. Paranormale manifestaties. Aparte duplicaten, magische afstandswerking, cultusobjecten en vliegende schotels. Ja, ja. Als je het snel roept, dan denk ik van, nou, dat is heel interessant. Europese momentopnamen. Keerpunten in de geschiedenis. Het lijkt wel of ik dronken ben, maar dat valt wel eens mee. Ik heb niet zo gedronken. Ik vind het allemaal wat moeilijk opnoemen. Vrouw en macht. Volgens mij zijn vrouwen altijd aan de macht, alleen die macht die denken dat ze het zal voor het zeggen hebben. Hij zou alles hebben gehad. Komt u, meneer Van Praag. Het gaat over leven na de dood, reïncarnatie, spiritisme, bezetenheid en individualisatie. Ik zeg het niet meer hoor. Ik kom er niet meer uit. Meneer Van Praag. Dagboek van Nederland. Over reisjournaals van Nederlanders. Over hoe ze door Nederland heen gereisd zijn. Dat is misschien wel leuk. Door te lezen. Die meneer Van Praag zit nog steeds in mijn strop, weet je dat? Wetenschappelijk onderzoek van de muziek. In inleiding tot de wetenschap van oorlog en vrede. Voor vrouw en... Nee, de vrouw onze voorvader. Dik boek. Voor een slanke vrouw. Top. Nee, goed. Oké. Breast planeten. Geen idee wat dat moet voorstellen. Het wetenschappelijke kiekeboe dingen waar je van opkijkt. Het zal wel voor kinderen geschreven zijn of zo. Populair wetenschappelijk. Net zoals te kijken. De moed om creatief te zijn. Volgens mij moet je gewoon creatief zijn of je bent het niet. Nee. De moed om creatief te zijn. Het zou kunnen, maar. Test u zelf. Nou, er zijn heel veel testjes afgedaan, gedaan. Die zo te zien. Er zijn allemaal papiertjes in. Kijk, er zit allemaal van dit soort opgaves in. Muzieknoten. En de antwoorden staan erbij. Hè? Kijk, de antwoorden staan erbij. Dus je kunt jezelf controleren. Kijk, kennen jullie allemaal wel, hè? Hebben we allemaal wel eens gehad. Van die testjes. En hier is die heer. Meneer Van Praag. Paranormale lichamelijkheid. Paranormale zintuigen en organen. Astraal lichaam, materialisatie en metaseksualiteit. En hij heeft daar in de bibliotheek geschreven. Een deel van hypnose, transextase en samadhi. En satori. Hebben jullie dat al gehoord? Ik wil niet. Hogere machten, primitieve religie, dus die kosmische religie en openbaringsreligie. Religie. Je moet wel de punt omhoog leggen, hè? Het film van de vrijheid. De wilde ganzen. Oeps. En oosterse renesansen. De wilde ganzen en de oosterse renesansen.
alsof ik het zelf heb bedacht, hè, deze rijkanerij. Actuele klassieke filosofie hebben we weer. En de geschiedenis van de moraal. Nou. Wat daar nog van zeggen? Analyseer, deconditioneer de inleiding tot systematische filosofie. Kijk. Alles wat je over filosofie had willen weten, ik heb het allemaal. Ik ga zijn naam afpakken, want wie de naam niet goed geschreven heeft. 1, 2, 3, weet u nu het al? Ja, heel goed. Meneer van Praag, inderdaad. Een terugblik op 1983. Wil je even een keer terugkijken op 1983? Even kijken, ja, 1983. Een ontploffing in Muiden, de chemie. Hier is deze. Ontploffing in Muiden, de chemiefabriek. En eens kijken hoor, hebben we nog meer thuis. President Suharto in op de Boerenbedoer. 1983 was dat. Eens kijken of we het thuis kunnen vinden. Kijk, Libanon, waar je moet. 1983. We leven nu in 2016 inmiddels, hè? 2016. En dit was 1983. En toen waren ze daar ook al bezig. Zijn ze bij de mijne al 35 jaar bezig geweest. Dus op de laatste jaren zaten er geen stokjes staan daar. Maar ik weet onder uw leven er nog steeds mee zijn. Het papieren badpak, dat lijkt me erg moeilijk als je in het water stapt. Jullie niet? Ik weet er beter geen badpak aan te trekken. Samen zijn de ogen, schele ogen. Ogen schelen, schoen, maar een Pieter de Boer heeft dat weer een paar boekjes geschreven. Volgens mij is die kort geleden overleden. Hij heeft onder hele leuke boekjes dingen. Pentamarone, de Dekamarone, nog meer Dekamarone en nog meer Dekamarone. Deel 1, 2, 3. Allemaal lees voor. Allemaal wat klein boeken gebeurd. Ga ik jullie niet mee vermoeien, want dat is allemaal niet zoveel. Kijk. De ijsrecepten van Jamin. Vermoei je ermee? Ik koop gewoon. Kijk. Deel 2 van de heptamarone, de decamarone en de jongen en de pentamarone. Hoeveel series kun je erover schrijven? Pentamarone, decamarone. Ik ben bang dat er nog heel veel liedjes komen in deze doos. Het zijn allemaal wel verhaaltjes, maar ja, het gaat een beetje ver om het helemaal voor te gaan lezen. Dan zijn we over 2 uur nog niet klaar, of over 4 uur, of over weet ik veel lang. Kijk eens, de Britse planeten, die hebben we al eerder gezien, maar nu een wat dunne boekje. En we hebben er nog meer, Brits. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk, die Brits dingen. Het lijkt me een soort snoeks, maar dan anders zou het de voorloper zijn van de snoek. Ik weet het niet. Mensheid in maalstroom. Nou, ik weet niet of je het kunt zien allemaal, maar... Wil ik er zo doorheen blader? Ik heb hier geen hoop doen. Nou, allemaal kleine rotzooiboekjes. Dromen, sprookjes en mythen. De kinderen zich aan ontdekken. Er was eens, er is nog, symbolische betekenis van sprookjes. Moet die kinderen eens een sprookje gaan vertellen en daarna moeten ze gaan uitleggen wat sprookje betekent. Dat is niet geest. De bekende betekenis van die dromen. Ja, ja. Nou, dan mijn kleine boek, rotzo, dingetjes, geen idee wat het is. Stem uit de diepte. De boeken zijn een beetje krommig erop hier, maar kijk, dit is meneer Schuurman. Dat is ook meneer Schuurman. Dus na meneer Van Praag zijn we nu bij meneer Schuurman aangetrokken. Gekomen. Zwiebertje, wie kent Zwiebertje? Daar komt Zwiebertje. Daar, met zaadje, hè? En een komstlooi.
En de burgemeester, een malapietje. Leuk, hè? Uit de kindertijd. Kunt u breugelen? Slochteren. De manier waarop de PTT uw postpakketten sorteert en vervoert. Gorf. Het geluid tussen 80 en 85 decibel. Geproduceerd door een espresso machine. Verzin hem niet, hè? Nog eentje dan? Rauwbroken. Uitgeput en leeg zijn. Nadat een dag lang het Nederlandse belastingssysteem aan je is uitgelegd. Rauwbroken. Nou, dat begrijp ik dan weer. Zie? Nou, leuk boekje. Voor de winter maanden. Geschiedenis van de moraal, deel 1. Want ik had al deel 2 en pas eerder gezien. De dorpsverhalen uit Nederland. Nog meer verhalen uit Nederland. Zullen we zo warm wonen? We gaan schrijven over gas en andere dingen. Wie wat waar? Wie wat waar? 1973, 1974. Okay, dit is volgens mij, was dat niet dat ongeluk op Zandvoort, waar die coureur is gebrand? Was dat niet 1974? Volgens mij wel. Wegen naar bewustzijn. Spelen met parapsychologie. Denken als spel. Zienswijze. Ja, jullie zullen wel denken. Wat staat er allemaal in? Nou, ik zou het ook niet weten. Filosofie voor het dagelijks denken. Filosofie voor het... Oh nee, toch niet. De zin en onzin met getallen. En filosoferen. Ik moet een hoop nadenken deze keer. Test u zelf. Of test zelf uw intelligentie. Kijk. Had die dingen gewoon kunnen leren van tevoren, hè? Had ze niet aan het hoofd hoeven doen. Was ik veel slimmer geweest, had ik toch meer bereikt in mijn leven. Ben ik een beetje dom geweest, hè? Wie wat daar 1975? Kijk, is dat die Pim Sirix? Volgens mij is dat Pim Sirix. Dat is die piloot, die heeft toen het vliegtuig met die Franse kapers in Den Haag vervoerd, ergens heen. Maar kijk eens, we hebben hier nog een hele afstapel. Wie wat waars. Van vroeg en laat. En dit was het dan weer, doosje 99. Ja, wat was het eigenlijk allemaal? Het was een beetje filosofisch, wat testboekjes. En ja, de Decamerone, Heptamerone, ook van die leesboekjes. En nou, dat. En ja, vergis niet, we vergissen één meneer van Praag, professor van Praag. Kijk, ik heb hier nog eentje van. Dat was wel de hoofdmoot van deze doos. Over de parapsychologie. Ik weet, als ik dit allemaal gelezen heb, weet ik er alles van. Hoor ik ook, professor. Ik geef jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie belangstelling. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien in de al een vrolijke bui. En voor dadelijk lekker slapen. Proost.